En bij de auto begint hun toneelstukje. Ik heb helemaal niets verwacht dat het mensen waren die kwaad in de zin hadden. We zien de mannen voor het eerst in onze regio op woensdag 12 oktober. In Oldenzaal, op de parkeerplaats bij de Jumbo. Een echtpaar heeft hier zojuist boodschappen gedaan. Als ze naar hun auto lopen, duiken deze twee mannen op. In de winkel heeft een van hen de pincode van de vrouw afgekeken. En bij de auto begint hun toneelstukje. De oudere man laat wat muntjes vallen achter de auto. Dan tikt hij tegen het raam. In gebrekkig Engels zegt hij tegen de man dat er iets achter zijn auto ligt. En ook de vrouw wordt gevraagd even te kijken. En dat doet ze. Aan de voorkant van de auto staat de jongere man al klaar om toe te slaan. Hij duikt in de auto en steelt de portemonnee van de vrouw, terwijl de andere man het echtpaar afleidt. Anderhalf uur later zien we dezelfde mannen in Wierden, bij de Lidl aan de Nijverdalse straat. Ik stond bij de kassa, ik was aan het pinnen en ik had mijn boodschappen op de band gelegd. En een zakje met wortelen was geknapt en daar had ik ontzettend veel lol om met een mevrouw die achter mij stond in de rij. Toen stond er in een keer een man tussen en die was een beetje in paniek. En in een beetje gebrekkig Engels vroeg hij medical care aan de cashière. De cashière gaf antwoord en ik ben ondertussen verder gegaan met mijn boodschappen inpakken en pinnen. Heeft u in de gaten gehad toen u aan het pinnen was dat er iemand achter u stond? Nee, dat heb ik niet gemerkt. Ik zag alleen die man die vroeg medical care. Ik denk, gut, wat sneu, die heeft hulp nodig. En de cashier gaf hem antwoord. Dus ik denk, ja, ik doe mijn ding verder. Ik ga gewoon verder met de boodschappen inladen en pinnen. U heeft gepind, boodschappen ingeladen. Ja. Toen naar de parkeerplaats toe? Naar de parkeerplaats. Wat gebeurde daar? Toen stond er weer iemand en die zei medical care, medical care, medical help. Ik denk, gut, alweer weet hij het nou nog niet. Ik wist niet zeker of het dezelfde was. Dus ik heb die man gezegd van, nou daar en daar is de dokter. Het is misschien wel een vluchteling die het niet weet. En ik had wel medelijden met die man. Ik denk, moet ik dan nu meelopen met hem? Zo betrouwbaar kwam het eigenlijk wel over. Ik heb helemaal niets verwacht dat het mensen waren die kwaad in de zin hadden. Op het moment dat ze uitlegt waar die naartoe moet, wordt haar bankpas gestolen. Toen was ik thuis, boodschappen uitgeladen en ik pakte mijn telefoon. Daar had ik de man mijn pinpas in zitten. Ik denk, hey, pinpas is weg. Dus dat was al heel snel na die tijd dat ik het door had. Een half uur later zien we de jongere man die de pincode afkeek. Hij staat met haar bankpas bij een geldautomaat in Nijverdal en neemt daar 1000 euro op. En daar beseft hij net iets te laat dat er wordt gefilmd. Hij dekt de camera af, maar we hebben zijn gezicht en zijn trui van O'Neill dan al duidelijk gezien. Je kunt er niet bij. Wat veroorzaken die mensen voor ellende? Kijk, en die 1000 euro, ik heb het gelukkig teruggekregen. Maar er zijn ook zat mensen die het absoluut niet kunnen missen. En dat is gewoon schandalig. Heeft u er nog last van? Nou, last. Kijk, die eerste nacht daarna heb ik geen oog dicht gedaan van hoe dan dat mij dit overkomt. Ik ben toch voorzichtig voor mijn gevoel. Het is nu wel bij elke pintransactie heel nauwkeurig die hand erboven. Ook al is, ook al sta je helemaal in je uppie, zeg maar, dat is ik. Dat doe je toch nog wel. En je denkt, je bent er veel bewuster. En je kijkt meer om je heen, argwanend zo van, wat voor volk loopt hier? Ja.